NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt dat we een moeilijke periode achter de rug hebben. Maar volgens hem staat er nog veel voor ons te gebeuren. De situatie waarin we nu als land verkeren kan verbeterd worden als een ieder een bijdrage levert. Dit haalde hij gisteren in zijn felicitatieboodschap aan de nieuwe gekozen president en vicepresident aan. De fractieleiders van de NDP en BEP, respectievelijk André Misikaba en Ronnie Assabina, beloofden de nieuwe regering te zullen ondersteunen als ze de ontwikkeling van het land voorop stelt. Om als Surinamers ervoor te zorgen dat de situatie waarin het land vandaag de dag verkeert, dat wij allemaal de schouders eronder zetten, onder het werk zetten, om ervoor te zorgen dat in ieder geval wij van Suriname een beter land kunnen maken. Als NDP-fractie spreek ik de hoop uit dat het maar één ding zal zijn bij de president-elect en later deze week de president van de Republiek Suriname, de VP-elect, later in de week de vicepresident van de Republiek Suriname. Het zal maar één ding zijn die ze zal leiden en dat is de verheffening van deze natie. En als dat hun leidraad is, dan zullen ze de fractie van de NDP aan hun kant hebben. Kritisch, dat is het minst wat ze van ons kunnen verwachten. Er is beloofd een nieuwe politieke cultuur. Er is toegezegd aan land en volk een aangepaste, dan wel een beterde leiderschap, dan wel een nieuwe leiderschapsstijl. We kijken er naar uit. Belangrijk is dat wat wij verwachten, dat laat maar zeggen ontwikkeling voor land en volk. ABO-parlementariër Marinus B., die vandaag gekozen is als DNA-voorzitter, haalde aan op zijn eigen manier de felicitatie te willen uitbrengen. Volgens hem had hij een bepaald gevoel. En afiridisi e purwan faya in mi. Afiridis e tak tak go in eenheid verder. Aldus B. Zijn collega Aziz Gayadin van de VHP haalde aan dat Suriname met deze verkiezing een nieuw seizoen ingaat. Omdat mi e bribi in eenheid in verscheidenheid. Afaswa akondre ochari voorzitter. Mi e bribi tak sranang di alasranamang. Mi breti nanga moment disi. Me actie wan kans gi a couple disi we a bribing say u pot de man dis in gado anu om dat na in eenheid we do aan boeroko. Wanneer we merken dat er zoveel hoop is vanuit die samenleving, dat er een verwachting is en dat deze twee voorlieden het op zich hebben genomen om die verantwoordelijkheid te dragen, voorzitter, dan kunnen we alleen maar de Almachtige smeken om hun die wijsheid, die kracht te geven. Om die liefde uit te stralen. Respect naar die samenleving zoals zij dat respect verdienen, voorzitter. En dat was Aziz Gayadin, VHP-parlementariër. De diverse fracties in de Nationale Assemblée hebben gisteren op geëigende wijze de president en vicepresident-elect gefeliciteerd. Ook hebben ze de nodige ondersteuning toegezegd, maar ook enkele verwachtingen kenbaar gemaakt aan de nieuwe regering.